In de Wiebar was donderdagavond een Leidse markt tegen snelle mode. Wij organiseren dit vanuit Leiden European City of Science, omdat we duurzaamheid gewoon een hele belangrijke pijler vinden. En op heel veel manieren mensen wat willen leren. En ja, een hele goede manier om iets te leren is door te doen. Snelle mode is fast fashion, dus kleding die heel snel wordt gemaakt en ook heel snel weer wordt weggegooid. En tegen snelle mode is tweedehands, vintage, duurzame merken, dat. Ja, eigenlijk zijn deze kleren heel duurzaam, want ze zijn eigenlijk allemaal gebruikt. En wij geven ze eigenlijk een tweede leven. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, door ze hier op deze Leidse dag weer een keer te verkopen. En wij komen helemaal uit Groningen, hiervoor. Dus we hopen dat dit een enorm succes wordt. Dat is niet zo duurzaam, hè, uit Groningen? Nee, dat is zeker waar. Waar sta je hier mee? Ik sta hier met Atelier Yara. Dat zijn duurzame sieraden die ik maak. En wat is er dan zo duurzaam aan in vergelijking met andere sieraden? Nou, ik gebruik mijn materialen tweedehands. Dus ik haal mijn materialen van de sieraden van kringlopen, of bijvoorbeeld marktplaats, of bij mijn oma's zolder vandaan. En die verwerk ik dan met goud en zilver, zodat het lang meegaat. Ook wethouder Fleur Spijker was op de markt afgekomen en ze had iets meegenomen. Ja, dit is een oud t-shirt van mij en die laat ik bedrukken. Heel hip. Zodat het helemaal weer een nieuw t-shirt wordt. Echt heel gaaf. We kunnen ook allerlei prints kiezen. En ik heb een mooie print van een hand gekozen. En die kan ik ook in verschillende kleuren laten bedrukken. We need time,